Marco, there's a nice English word of the comparison between farming and rugby, and that word is vastbyt. De rugby in een boerderij is ook spansport, maar die span bestaan uit individuele leden. Daar elke lid, elke mens, moet hij vastbyt en deurdruk hê, en dit maakt die span werk. So, in slechte en goede tijden, zoals we nou in die pakjes gezien hebben, wat leeg is, daar gaan niks aan nie. Maar als het seizoen is en die dinge gebeur, dan moet die machine recht wees dat hy kan loop. So as jy daar alleen oefen en zwaar kry en maar die dag as loftes vol is, dan moet jy jou beste gee want jy dit geoefen het. I think the most general tough season that everyone knows about is droughts. Farming is a business, you got to put your head down and keep on doing the job over many years. There's never just a up or just a down, you got to keep going at it. Ja, dankie voor je advies. Ik was zelf door een moeilijke seizoen, zoals baie van die boeren van Zuid-Afrika, wat door een groot droogte gegaan het. Maar zoals ik zei, alles wat mensen kan doen is vastbyt en daar deurdruk. En als mensen vastbyt en deurdruk, gaan mensen beter aan de kant uitkomen. Ik geloof met die hulp en ondersteuning van Afrika kan ons door enige slechte seizoen maken. Marcus, het is goed met vandaag en ik zie jullie mannen is recht voor die ding. En dit is nie moeilik om te sê, ons is agter hulle nie, ons is nog altyd, het bloed is blauw, alle jare al. Ons weet ook vandag, die borg wat vir julle help Afkri, en wat ons ook mee langpad al mee saamkom, met so ou in jou span, sal die ding net werk.